welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en vandaag gaan wij de lucht in met Ballonnenrace. En dat is een spel voor twee spelers van 999 Games. Er komen straks vier gebieden op tafel te liggen waar wij aan weerskanten gaan wij kaarten spelen. Deze blokjes bepalen welke kaarten je ernaast mag leggen. Er zijn vijf cups om te winnen en de speler die als eerste drie van deze cups, drie van deze bekers wint, die is de winnaar van Ballonnenrace. Laten we dus maar snel gaan opstijgen en kijken hoe dit spelletje gaat. Aan het begin van het spel leg je de vijf bekers die te winnen zijn, leg je even aan de kant. Wil je de grijze beker winnen, heb je drie grijze blokjes nodig. En wil je de rode beker gaan winnen, dan zul je maar liefst zeven rode blokjes moeten gaan sparen. De getallen zelf hebben dan weer geen waarde. Het gaat er gewoon om wie als eerste drie van deze bekers wint, die is de winnaar. Hier liggen de vier gebieden waar we kunnen gaan strijden om die bekers. En elk gebied is dubbelzijdig. Aan de ene kant heb je grasland, waarbij de speler wint die de laagste kaart aan één kant van dit grasland heeft liggen. Dus daarom staat die één wat groter. En draai je hem om en dat zie je ook bij de andere kaarten. Dan krijg je een berglandschap en daar gaat het erom dat je het hoogste nummerwaarde er daarnaast hebt liggen om te winnen. Het getal op de tegels geeft aan hoeveel blokjes je erop gaat leggen en dat doen we blind uit deze zak waar ik alle blokjes in heb gestopt. Dus op het bovenste tegeltje komt één blokje te liggen. Daaronder komen er twee te liggen. Daaronder drie. En je raadt het al, op de onderste komen er dan vier te liggen. Dan hebben we dus een stapel met kaarten waarop diverse kleuren en nummers staan. Elke speler krijgt er aan het begin van het spel 8. En elke beurt ga je er eentje aanleggen en als je dan hebt aangelegd pak je weer een nieuwe kaart. Kijken we naar de bovenste tegel, daar hoef je maar één blokje te verzamelen. En dat betekent dat aan deze kant van de tegel en aan die kant van de tegel komt maar één kaart te liggen. En dat is alleen maar een groene kaart. Iets anders mag daar niet komen te liggen. De tegel hieronder komen aan deze kant een grijze en een blauwe kaart te liggen. En aan deze kant komt een grijze en een blauwe kaart te liggen. En tijdens het spel leg je dit dus ook tussen jullie in. Dus de ene speler zit aan de linkerkant en de andere speler zit aan de rechterkant. Zoals gezegd, de 1, het laagste getal, die is het hoogst. Dat betekent dat de speler die het laagste aantal punten aan één kant van de tegel heeft liggen, die is de winnaar van die race. En je kan dus in 4 races tegelijk kan je mee gaan doen. Het is echt geluk, ik kan er niks aan doen, maar in mijn hand heb ik heel toevallig de twee laagste groene kaarten die er zijn, nummer 1 en 2. Dat betekent als ik bijvoorbeeld de 2 aan deze kant van de tegel leg, dan weet ik nu al dat ik ga winnen. Want alleen de 1 is lager en die heb ik zelf, dus die kan mijn tegenstander niet hebben. Maar ik heb de 1 er neergelegd en dan pak ik gelijk een nieuwe kaart. En weer een groene. Nu is mijn tegenstander aan de beurt. En die mag dan zelf weer kiezen bij welke van de 4 tegels hij zijn kaarten neer gaat leggen. Maar hij weet dus nu al dat hij deze race gaat verliezen. Dus dan denkt hij waarschijnlijk, nou ik heb hier een groene kaart die zit een beetje in het midden. Want 1 is het laagste en 13 is het hoogste. Dus die middenkaarten daar heb je op zich niet zo heel veel aan. Je wil altijd graag juist de hoge kaarten voor de races waar je hoge nummers nodig hebt en de lage kaarten voor de nummers waar je dus laag nodig hebt. Dus hij zegt, nou deze gemiddelde kaart die gooi ik dan weg, want deze heb ik dan toch verloren. Dus ik leg hier mijn kaart neer. En dat betekent dat we gaan tellen. Zodra er net zoveel kaarten naast de tegel liggen als dat er blokjes op liggen, plus alleen in de kleur van die blokjes, dan ga je tellen en dan ga je kijken wie de race heeft gewonnen. De bedoeling was zo laag mogelijk punten te halen, want die speler wint deze race. Aan deze kant van de tafel ligt 2, aan die kant van de tafel ligt 6. Dat betekent dat deze speler wint en het blokje krijgt en de kaarten die gaan naar de aflegstapel. Vervolgens wordt de race omgedraaid en leg je er weer een blind uit het zakje een nieuw blokje op. En de speler die het blokje wint gaat dan even kijken, heb ik al genoeg blokjes om de cup te pakken? Nou, de groene cup, daar heb ik 5 blokjes voor nodig, ik heb er nu pas 1. Dus dat gaat er nog even niet worden, maar we zijn alvast onderweg. Hier onderaan zijn natuurlijk veel meer blokjes te verdienen, dan kan je er 4 in één keer pakken, maar dat betekent ook dat je 4 kaarten neer moet leggen aan elke kant. Maar nu komt er nog een leuk aspect bij dit spelletje, namelijk dat je ook kaarten mag leggen aan de kant van de tegenstander. Stel we zijn tijdens het spel bezig met een race om deze tegel en de rechterspeler denkt mooi, nou hier moet zo'n hoog mogelijk totaalbedrag komen te liggen, dus ik leg gewoon mijn hoogste 13 neer. En dan denkt de speler links, denkt, nou ja, maar ik heb ook lekker de hoogste rode, dus dan staat het gelijk. De speler aan de rechterkant speelt dan bijvoorbeeld de 9, dan komt hier 22 te liggen en dan denkt de rood, hé, dat is mooi, ik heb nog een hogere rode kaart, dus ik heb al lekker 25 liggen, dus ik lig nu lekker voor. Deze speler moet nog een rode kaart, dus die kan dan een mooie hoge 10 leggen, dus nou ja, dat gaat dan wel goed, zou je zeggen. Deze speler gaat aan blauw beginnen, dus die legt daar een blauwe 7 neer. Dan is de stand nu 32 om ook 32.
En stel nu dat deze speler dus weer aan de beurt is, dan kan hij ook zeggen, hey, ik heb hier een blauwe 1. Even een heel gemeen gevalletje, maar ik heb hier een blauwe 1. Die leg ik hierbij. Deze kant is nu klaar. Twee blauwe en twee rode kaarten, dus daar kan niks meer bij. Alleen aan deze kant mag nog een kaart, dat moet een rode zijn. En deze speler heeft maar een rode kaart van 2 punten of hoger nodig om te winnen. En doordat hij dus ineens zo'n lage kaart aan de andere kant van het tegeltje legt, gaat hij dus zijn tegenstander benadelen. En dat is dus een risico waar je rekening mee moet gaan houden als je aan zo'n race begint. Het kan zomaar zijn dat een tegenstander ineens jouw mooie race om zeep gaat helpen. De enige manier waarop de linkerspeler dit nog kan winnen is door hier de rode 1 neer te leggen, mocht hij die hebben. Dan is het precies gelijk en dan wint altijd degene die de laatste kaart neerlegt. Die kans is natuurlijk niet zo groot, dus waarschijnlijk komt hier nog een kaart hoger dan een rode 1 te liggen. Bijvoorbeeld een rode 8. Dan wint deze speler, want aan deze kant liggen de meeste punten. Want bij deze tegel ging het om wie de meeste punten haalt. En op dan weer gaan al die blokjes in één keer, dus heb je dan 1 keer 4, gaan naar de speler. Alle kaarten worden weer afgelegd. Het tegeltje wordt omgedraaid en er komen weer 4 nieuwe blokjes op te liggen. En zo speel je dus net zo lang door met 4 races tegelijk, totdat het lukt om voor 1 speler alle blokjes te verzamelen die genoeg zijn voor de beker. En wie als eerste 3 bekers heeft gewonnen, die is dan de winnaar van Ballonrace. In principe ben je om en om aan de beurt, tenzij er een race wordt volbracht en de telling is gedaan. Daarna mag de speler beginnen die de race heeft verloren. Als goedmakertje. Nou zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld de gele cup, die is naar de tegenstander gegaan. En die andere speler die heeft nog 3 van die gele blokjes over. Ja, daar heb je niks meer aan, want die gele cup die is toch al weg. Dus ja, wat moet je ermee? Nou, gelukkig mag je, als de cup eenmaal vergeven is en je hebt nog 3 blokjes van die kleur heb je over, mag je er 3 inleveren en dan mag je een blokje naar keuze uit de zak pakken. Mocht het einde van het spel naderen, een tegel is leeg en je moet hem weer gaan vullen en je hebt niet genoeg blokjes in de zak om dat aantal blokjes neer te leggen wat op die tegel staat, dan gaat die tegel uit het spel en speel je de rest van het spel verder met de andere tegels. Wat niet in de regel stond, maar in mijn laatste potje voorkwam, is dat er heel veel blauwe blokjes op tafel lagen. En alle blauwe kaarten lagen al op tafel, maar er moest bij elke tegel moest er nog wel een blauwe kaart naast om hem af te kunnen maken. Maar ja, alle blauwe kaarten waren op. Toen hebben we gewoon gezegd, de kaart waar de meeste blauwe kaarten en blokjes op liggen, die halen we even uit het spel. We schudden alle kaarten, we schudden de blokjes opnieuw. We vullen het tegeltje opnieuw aan en dan gaan we gewoon weer verder spelen. Maar dat is in het vlug hoe Ballonrace gaat. Het is dus een vrij eenvoudig spel. Je legt gewoon kaarten neer en je zorgt dat jij aan de goede kant zit van de getallen. Tenminste, dat probeer je. En je hebt de pech dat je tegenstander dus ook kaarten aan jouw kant kan gaan leggen, waar jij mooi bezig was de race te gaan winnen, dat je die ineens verliest. En je zult begrijpen, van de grijze beker heb je bijvoorbeeld maar 3 blokjes nodig om die te winnen. Maar dat betekent ook dat er minder grijze kaarten, minder grijze blokjes in de buidel en in het spel zitten. En van rood heb je er 7 nodig, dus daar zitten ook de meeste blokjes en de meeste getallenkaarten van in het spel. Het is dus een leuk tweespelerspel en het is ook niet zo groot, dus ook nog eens handig voor onderweg om mee te nemen op vakantie of iets dergelijks. Mocht u nog vragen over Ballonrace hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.